What's up YouTube? Welkom terug bij deze nieuwe aflevering cadeau kopen voor onze moeder. We gaan in deze aflevering een invalide voertuig kopen voor onze moeder. Daar vragen ze heel lang naar. En die gaan we opknappen en uiteindelijk gaan we haar mee verrassen en cadeau geven. Ze weet nog niet dat moederdag eraan komt. Nou ja, dat weet ze wel, maar ze weet niet dat zo'n cadeau eraan gaat komen voor moederdag. We willen gewoon eentje waarvan die dus een beetje opknapwerk heeft. En dan weten we eigenlijk precies waar we aan toe zijn als we het ding hebben opgeknapt, hoe goed die in welke staat die is. Dus dat gaan we straks bekijken bij de autogarage, toch Daan? Dat klopt, daar gaan we zo naartoe. We hebben een afspraak gemaakt. Dus we gaan even kijken en hopelijk start die en rijdt die en kunnen we een proefritje maken. Check it. Zo zenuwachtig, maar dan staat hier al bijna, jongens, zien jullie hem al? Daar is hij. Daar is hij. Nou, dit is hem dan. Hij is wit. Hij is wit. Mooi wit is niet lelijk, zoals je kan zien. Ja. Dus we gaan er nu even een rondje omheen lopen. Kijken wat de minpunten zijn. Ja, ik zie er al een. Ja, de bandjes die zijn niet echt dat je zegt, nou... Ja, die is gewoon glad. Een beetje glad. Kijk die implementering. Paars. Het is hip tegenwoordig. Weet je hoe dat komt? Het is een hele goedkope blendering. Moet je zien hoe het wiel staat. Het wiel staat ook helemaal schuin. Nou, ik denk dat het iets te maken heeft met het draagarm. Dus moet naar gekeken worden uiteraard. Nou bro, wat wil je nog laten zien? Ik wou nog even het voorraam laten zien. Dus ik kan zien... Is die aardig gebarst? Zit er gewoon een gat erin en het lijkt wel alsof ze het hebben dichtgekeerd of zo. Ja? Nee, oh nee, het is vocht. Er zit gewoon vocht tussen de lagen. Hey, maar zie je wat ik zie? Oh ja. Een dakraam op, jongen. Oh ja. Kijk, als die ook nog werkt. Lekt die? Ja. Mooi. Hij is wel grappig, toch? Zeker, zeker iets leuks voor man. Dus even afwachten, kijk als het is. Hoeveel kilometers? Ik ben benieuwd. Lang stilstaan, hè? Ja. Nou, hij is aan. Dus gaan even een testritje maken, kijken of het wat is. Daar gaan ze. The next morning. Nou, welkom terug bij Twins TV. De beelden hiervoor zijn van een dag van gisteren. We hebben toen besloten om de Kanta niet te kopen. Omdat de Kanta had heel veel minpunten. Dus we hebben even een nachtje over geslapen. En we hebben super spontaan maar besloten om dat ding op te halen, dus daar hebben we helaas geen beelden van gemaakt. Nee, we hebben een hele to-do-list voor het project Kanta. Dan laten we beginnen met het vochtprobleem, zoals lekkage. Ja, ik denk, laten we gewoon alles wat nat is gewoon lekker uitdrukken. Want ja, dat blijft toch stinken en is toch helemaal groen van de alle. Want de Kanta heeft best wel lang stilgestaan, volgens de eigenaar. Vijf maanden, hè? Ja, vijf maanden, maar ja, ik weet niet of ik dat helemaal moet geloven. Het is wel mooi, de onderkant is niet rood. En wat ons ook is opgevallen, de onderkant is niet van metaal, maar het lijkt wel MDF hout in te zitten. Ja, dus ik weet niet of dat zo hoort bij een Kanta, maar daar gaan we ook helemaal naar kijken. Dus blijf kijken, dit wordt een short project. Moet zo snel mogelijk eigenlijk weer de straat op. Het kan zijn dat de afleveringen iets langer gaan worden. Ja, dat doen we eigenlijk ook, zodat het niet 10 afleveringen hoeft te worden, maar dat we gewoon... Maar 9. Misschien 4 of zo. We zien het wel hoeveel we nodig hebben. Maar het is een flink lijstje. Want ja, het is toch best wel wat werk. En laten we beginnen. Kijk mee.
Nou, dit ziet er misschien een beetje gek uit. Maar we zijn alvast een beetje begonnen met leegmaken. Kijk, dit is wat eruit komt. Het is helemaal goed van af. En zeiknat. Dus wat we hebben bedacht is, we halen gewoon al het stof ervan af van de binnenkant. Het is toch een kantaard, het is geen Lexus, Bentley, ja, dus dat BMW. En we gaan dit gewoon simpel, gewoon mat zwart stuiten. Oh ja. Nou, we zijn aardig opgespoten. Hier hebben we wat verf gespoten. En ja, die lijmresten zijn gewoon helemaal gaan oplossen. Dus ik denk dat we dit gewoon gaan proberen om het... Met lijm oplossen of zo te verwijderen? Ja. En dan zou je het wel heel mooi kunnen spuiten. Ja. Maar voor nu gaan we die paarse blindering er even verwijderen. Ja, dus daar ga ik even een peun bij pakken. Ga ik het even flink warm maken. Gaan we kijken of het er makkelijk afkomt. Nou, ik ben benieuwd. Het zit er toch aardig op. Het zit toch even wat vaster dan ik dacht dat het zat. Dus dat wordt even vechten nog. Ongelooflijk, we hebben de manier gevonden. Met meneer zijn eigen cd. Die we in de kant hebben gevonden. Ja, echt. Nou, het maakt nog steeds geen makkelijke klus, maar het moet er echt af, want het ziet er gewoon niet uit. Die rijdt er nou met paarse blindering rond, even serieus. Nou, zoals jullie kunnen zien, werkt het met de krabber heel goed. Deze krabber komt ook uit de kant, hè? Dus ik denk dat de eigenaar het ook wilde verwijderen, maar wist nog alleen niet wanneer. En of hoe het moest, dus nou, we hebben het manier gevonden. Goed heet maken, en met de krabber van meneer, want ja, die cd van meneer die was toch bagger. Dus dat werkt ook niet. Nou, met de krabber erop, heet maken. En gaan we de banaan! Nou, zoals je kan zien, hebben we de blindering helemaal kunnen verwijderen. Het heeft ons zeker een half uur gekost om het zo te krijgen zoals het nu is. Die krabmethode met die krabber, dat heeft helemaal niet gewerkt met die föhn. Dus uiteindelijk hebben we gewoon een mesje gepakt, met sop ingespoten. En hebben we gewoon staan krabben met het mesje op het raam om hem helemaal los te krijgen. Het interieur hebben we leeg gemaakt. Daarmee bedoelen we dus... De randen die eigenlijk helemaal nat waren van het vocht, omdat het van boven komt en dit raam dat ook helemaal los zit, is er heel veel vocht binnengekomen. Dus ja, dat hebben we nu leeg gemaakt. Want ja, we hebben toch geprobeerd om dit te spuiten, maar het is een soort van lijm wat hierop zit en door de verf is dit losgekomen. Dus wij denken dat we met een soort van stickerverwijderaar we dit los kunnen krijgen en dan kunnen we het uiteindelijk gewoon heel mooi spuiten met zwart. Dus ja, in deze aflevering hebben we dus heel veel kunnen doen. Ja, even kijken. Het interieur hebben we dus leeg gemaakt. Ik denk dat we ook nog eigenlijk eentje bij kunnen zetten. Is eigenlijk de stickerrest verwijderen. Maar ja, dat zien we dan wel. Maar hier ga ik een knoop bij zetten. Deze is geslaagd. En het achterraam. Hebben we die ook staan eigenlijk? De blindering? Dat? Nee, eigenlijk niet. Nee, vind ik wel dat die er bij moet staan, want het was echt een helse klus om te doen. Dus ja, daar vind ik wel dat er een krul doorheen mag. Want ja, het was echt een kutklus om te doen. Dus nou, zoals je kan zien hebben we twee krulletjes al gehad. En ja, we moeten nog een heleboel doen. Maar met de kleine babystapjes komen we er wel. Dus blijf vooral kijken, abonneren. En ja, zo komen er veel meer leuke afleveringen aan en projecten. En vooral voor dit project is het belangrijk dat we één persoon zo blij gaan maken. En dat is onze moeder. Dus blijf vooral kijken voor haar reactie. Peace!